Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Zus en Zus. Ja. We zijn, ik wil niet zeggen terug van weg geweest, maar we hebben nu even tijd gevonden om weer een video op te nemen. Zeker. Dus we gaan het ook met heel veel plezier, hopen we, voor jullie doen. Tijd voor een gekke challenge. Ja, inderdaad. Namelijk de Bean Boozled Challenge. En we zijn er echt gigantisch laat mee, geloof ik. Iedereen heeft hem al lang gedaan. En beter laat dan nooit. Ja, maar. En ja, wie zijn wij om dit nou niet te doen? Want we hebben ook een babyfood challenge natuurlijk gedaan. En ja, en dat noedeltjes eten. Noedels eten. Dus nu tijd voor de volgende voedsel challenge. We wensen jullie heel veel plezier met kijken. En ja, ik weet niet of we juist moeten zeggen, doe het wel of niet na. Dat zeggen we misschien later wel. Dat komt misschien later. We hebben ook al een flesje water. En nog een flesje van de Juice Brothers. Met smaakjes, dus als echt we de smaak niet meer uit onze mond krijgen, dan kunnen we nog een soort van dit. En dit is met cayennepeper erdoor, dus dan hebben we gelijk een andere smaak. Nou, zo ziet het eruit. Het speelbord waar je aan kunt draaien, een soort van. Ja. En de jellybeans. Er zit dus ook gewoon echt snot en kotsmaak in. Ja. Echt super ranzig. De deksel zat een goede beschrijving, geloof ik. Kijk, je hebt dus stinksokken en tutti frutti. Je hebt tuinafval en limoen. Je hebt rottende eieren en popcorn met boter. Je hebt tandpasta blauwe bes. Het lijkt me allebei wel lekker. Ja, dat is volgens mij wel oké. Dan heb je braaksel en persik. Dan heb je hondenvoer en chocoladepudding. Snot en sappige peer. En babyluiers en kokos. Nou, die lijken me allebei ranzig, want ik hou niet van kokos. Ja, ik wel. Dus ik denk eigenlijk dat het één drama wordt. Drama. En jij mag beginnen. Oké. Oh, hij draait wel goed. Zwart. Groen. Tuinafval of limoen. Nou, dat is dat is oké om mee te beginnen. We moeten hem allebei nemen, hè? Moeten we hem allebei nemen? Dat dacht ik wel, of niet? Ja, die afspraak moeten we dus nu maken. Nemen we hem allebei? Nee, maar het was even groen. Is het die? Nee. Ik denk dat deze zijn. Oké, zullen we proosten? Cheers. Cheers. Ik durf niet. Ik heb wel goeie. Je moeite, best lekker. Kom op, is dat al zo vies? Hoe smaakt het daar? Lekker klein. Ken je de groene bak? Ja. Nou, als je die open doet en daar zit... Van mij. Ja, nee, maar ik vond het niet echt lekker smaak. Het was niet heel vies. Het was niet dat ik denk... Deze is maar... lekker. Toch jammer. Ja, volgende. Zo blauw. Paars. Nee, ik heb wit-geel. Rotte eieren of popcorn? Ik vind het er wel een beetje uitzien als rotte ei. Ik durf niet. Nou, heel snel, oké? Nee, jij gaat eerst. Waarom? Jij hebt gedraaid, ik vind het eerst. Nee, ik dacht dus het rotte ei. Nee. I don't know. Ik heb ook een slok van die. Het zit toch tussen de vliezen. Man, wat was dat smerig. Ja. Dat wou ik echt allebei, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Ik vond het bij mij echt ranzig smaken. Ja, het smaakt gewoon echt naar kots of zo. Ja. Stinkende sokken of doet die goed in? Deze denk ik, hè? Ja. Maar moet je bedenken, hè? Hoe stinkende sokken ruiken en hoe je geur proberen in je mond te doen. Ik denk dat ik tutti frutti heb, maar er zit een nasmaak aan. Ja, ik vind het smerig. Ja, het was een stinkende sok. Ja, een beetje, ik weet niet. Een beetje net wel met kaas of zo. Ja, ja, kaas. Ik vind nu al geen leuk spel meer. Nee, ik vind er ook echt geen zak aan. Wow. Oké, maar we moeten door. Ja. Blauw. Oh, tandpasta of blauw bes. Dat lusten we. Misschien is het wel smerig. Oké, nou deze durven we wel. Tandpasta. Tandpasta, lekker. Van die Oral-B tandpasta. Ja. Van die kauwgom, van die Stimerol kauwgom. Ja. Dat is wel goed voor de frisse smaak. Ja, dit helpt wel bij de stinksokken en de rotte eieren. Wat was het? Kots of persik? Oh mijn god. Ik moet me hier even mentaal op voorbereiden. Ik word ook een beetje misselijk. Ja, dag. Nee, we gaan hem afmaken. We hebben er nu 4 gehad. Nog 6 te gaan. Na deze 5. En dan zijn we op de helft. Ja, ik zat ook al naar de mannen zonder te kijken. Ah. Je staat daar te roken op zijn balkonnetje of zo. Zullen we zwaaien? Zullen we dat niet doen? Ik durf niet. Ik ben serieus niet slecht. Persik. Fucking duur. Ja, dus persik. Daar is water. Hoe vies was die? Zo vies dat ik echt bijna moet kotsen. Dan moet je zelf ook kotsen. Oh, het zit echt hier. Ik zet de prullenbak even dichterbij. Hondenvoer of chocoladepudding? Ik denk dat het gewoon niet uit. Ik vind ze allebei niet lekker. Denk ik. Ik hou niet van chocola. Nee. Alleen als chocola, maar niet ja, chocoladepudding en chocola. En nee. Ijs en... Nee. Nee. Cheers. Ik durf niet. Ja, ik ben echt gewoon dat ik ga kotsen. Het smaakt niet eens naar hondenvoort, maar het smaakt zoals van die dikke vitaminepillen ruiken, weet je wel? Zo'n potje. Dit is ook hondenvoort, weet ik. Het smaakt, ja, het smaakt naar hoe van die potjes ruiken. Die vitamine. Nee! Chocoladepudding? Ja. Ik ruik en proef alleen maar hondenvoer. Hoe smerig hondenvoer dan? Speer of snot. Okay. Zal ik eerst gaan, want dan kan ik nog richten op de prullenbak. Dat is goed. Okay. Dus ik neem wel gewoon tegelijk met je, ja. Ja, maar als ik eerst naar de prullenbak moet jij, ik wacht me. Ik vind het gewoon goed. Nou, dit is geen peer. Nou, of wel? Ja, dit is wel peer. Ja, dit is peer, het smaakt naar festini-ijsje. Want er zit al hele zoete snot. Ja. Maar met het idee in mijn achterhoofd vind ik het niet zo prettig. Nee, ik weet het niet. Het was een beetje raar. Een beetje een festini-ijsje, maar met het idee dat het kan ook snot zijn. Ja. Een beetje mislukt festini-ijsje. Ja, dat zeker. Nee. Maar te zoet voor snot. Hij was niet, toch? Hij was niet kostwaardig. Nee, maar... Dat je zegt, goh, we gaan hem maar ik vraag me nu wel af hoe die snoep dan smaakt. Of hoe de peer dan smaakt. Want nou, ik probeer ze straks allemaal uit. Nee, dank je. De baby wipes of coconut? Ik vind het allebei smeren. Ik hou niet van coconut. Ik pak er maar gewoon eentje om te kijken. Cheers, let's go. Proost. Ik denk dat baby wipes is, want ik proef geen kokos. Ik heb kokos. Ik heb kokos. Ja, ik ook. Ja, nee. En ik hou niet van kokos. Dat is lekker. Het smaakt naar kokoszonneplant. Maar nee, nee, dat is niet heel erg om mee af te sluiten. Nee. Verder dan dit durven we niet te gaan. Tenminste, ik durf echt niet meer. Nee. Niet na die maar we hebben echt wel de goede slechte gehad. We hebben allebei de rotte eieren gehad. Ja, ik heb het gekotst. Jij hebt het gekotst gehad, ik niet. Jij hebt wel brokken gehad en ik had pudding. Ja, ik had de brokken. We hadden allebei tandpasta. Ik had limoen. En ik had tuinafval. Maar tuinafval viel en ik had de stinksokken, denk ik. Ja, ik weet niet wat ik had. Maar die was ook raar. Die stinksokken en die tutti frutti was ook een beetje maar gek. Ik vond die rotte eieren vond ik het vies. Ja, en jij natuurlijk kots. Daar ging ik bijna zelf van net. Ja. Ja. Ik ben echt heel blij dat ik die niet heb gehad. Ja, dat snap ik. Het was een beetje een soort van, ik weet niet, gekke, rare challenge. Ja, ik vond het wel weer leuk om te doen. En vond jij het nou heel erg leuk om te zien? Heb je je rot gelachen of vond je het gewoon heel grappig? Doe zeker je duimpje omhoog. Dat zouden we onwijs leuk vinden, want we weten wat jullie van onze video's vinden. Zeker. Heb je nog een opmerking? Laat zeker een berichtje in de comments achter. Welke, we lezen ze allemaal en we vinden het altijd erg leuk om te lezen. Welke lijkt jou het viest? Laat het ons in de comments weten. Maar ook welke vind je, of lijkt jou het lekkerst? Welke vond je het lekkerst? Ik denk tandpasta. Maar dat was wel een soort van welkom iets, welkom smaak naar die andere smerige smaak. Ja, ik vind die limoen heel erg lekker. Ja, dat snap ik. Nou, we hopen je uiteraard weer bij een volgende video te zien. Zeker. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg!